Toen ik jouw leeftijd had, mijn kindje, vertelde mijn mama mijn verhaal. Ze vertelde me dat kleine meisjes net als kleine rupsjes waren. We moesten altijd op onze hoede zijn, omdat men ons kon aanvallen en pijn doen. We werden onderdrukt, vertrappeld, gediscrimineerd. We waren altijd alleen, afgezonderd en zeer bang. Tot onze traditie ons zou bevrijden van deze vloek door onze buik open te maken. Zo zouden we dan kunnen vliegen. Vliegen als mooie vlinders. De volgende dag nam mijn mama mij mee om mijn vlinder te bevrijden. Het was een verlaten huis. Er waren enkele glimlachende vrouwen die me vastgrepen. Ze sperden mijn benen open en mijn vlinder was voor altijd gaan vliegen. Messen doorkerfden mij en ik voelde een sterk stekende pijn. Ik schreeuwde het uit en ik weende. Er was veel bloed, de indringende geur van bloed, en ik zag een met bloed doordrenkte vlinder wegvliegen. Ik bleef alleen achter in de hut. Ik begreep er niets van. Mijn vlinder was verdwenen en ik had koorts. Jij zult dat niet meemaken hoor, mijn kindje. Ik ga heel goed voor jou zorgen. Ik wil niet dat jij ook die pijn moet voelen. Ik ga goed voor jou zorgen hoor. Ja. Allee, ga maar wat spelen. Speel maar met jouw vlieger. Tot straks.